Goedenavond. Wauw, dit is super spannend. Want we starten de live met mijn blote billengezicht. Dat is één. En twee, dit is de eerste keer dat ik live kom bij I Am Clean. Ik weet dat ik dat eerste minuutje even moet vol babbelen totdat er wat kijkers zijn. En ik zie dat jullie volle bak aan het binnenkomen zijn. Ik ga me dadelijk ook even voorstellen hoor. Ik ga jullie even jullie de kans geven om het icoontje aan te klikken. Goedenavond allemaal. Wat leuk dat je kijkt. Ik ga nog een halve minuut even random dingen vertellen. Of kijken. Ik heb een heel klein beetje zenuwen. Dus be kind, want het is mijn eerste keer dat ik live ben hier in het I Am Clean account. En ik kom vanavond tips geven, make-up tips, obviously, voor brildragers. Vandaar dat ik ook even mijn bril heb opgedaan, dat je weet dat ik weet waar ik over babbel. En dan is het misschien een goed idee om te beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Anke, ik ben de eigenares van Make. En Make is een winkel met duurzame kleding en cosmetica. Ik geloof er bij Make heel sterk in dat vrouwen die zichzelf graag zien, beter voor zichzelf zorgen en beter voor anderen zorgen, maar dus ook beter voor de planeet zorgen. En ik bied bij Make de tools om dat te kunnen doen, namelijk verantwoorde kleding en natuurlijke cosmetica. En onder die natuurlijke cosmetica kan I Am Clean als Belgisch gezond make-up merk natuurlijk niet ontbreken. En vandaar dat ik dus hier ben en jou wat extra tips kom geven. Ik ga je vanavond vertellen waar je op kan letten als je een bril draagt. Als jij een brildrager bent, comment even zo'n brilsmurfmannetje. Je weet wel, zo'n emoji met een bril. Dan weet ik of er ook brildragers aanwezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat als jij geen bril op je neus hebt staan, dat deze tips niet voor jou handig kunnen zijn. Want, zoals we weten, hebben we allemaal terug dat mondmasker op. En ook dan is het belangrijk om te focussen aan de bovenkant, naar de ogen. Dus dan kunnen die tips voor iedereen toegepast worden. Ik zie al twee brilletjes voorbij komen. Superleuk. 3. Oh yeah. 4. Oh yeah. 5. Oké, het wordt leuk. Als er specifieke vragen zijn, nu al, dan mag je die gerust stellen. Dan weet ik waar ik rekening mee kan houden tijdens de live. Ik ga tips geven terwijl dat ik het voordoe. Dat is de formule wel een beetje. Hè? Dus, maar terwijl ik bezig ben, stel gerust je vragen. Ik ga, als het relevant is op dat moment, die vraag ook onmiddellijk beantwoorden. Of ik bewaar het heel even tot het einde. Of als ik weet dat het nog komen gaat, dan neem ik de tips dan gewoon ook mee. En dan, alright, gaan we erin vliegen. Ik vind het super spannend. Maar het komt goed, hè? Het komt goed. Alright, ik zie een heleboel brildragers. Dus dat stelt me al gerust dat het thema dat ik gekozen heb toch wel relevant is. Maar natuurlijk, heb je geen bril op je neus, dan is het ook relevant voor jou. Want we gaan, jullie weten nog niet wat we gaan doen, hè? We gaan onze ogen in de kijker zetten en ervoor zorgen dat ons gelaat heel veel gaat spreken. Iets wat ook belangrijk is als je een mondmaskertje op hebt, want dan valt dit stukje weg. En mensen moeten het dan doen met wat je ogen vertellen. En bij een brildrager een stukje van je ogen valt weg, tussen aanhalingstekens. Je hebt een bril op, dus de nuance gaat verschillend zijn. Dan gaan andere dingen belangrijk zijn. Maar ik ga erin vliegen dat ik van dat blote billengezicht af ben en dat we dat ik jullie wat tips kan geven, want dat doe ik graag, tips geven. Dus ja, nu gaat mijn bril wel af, want om onze make-up op te doen, ik toch, doe ik mijn bril niet op. Ik zie overigens dat mijn bril super vet is. Hilde vertelde al, ik ben verziend en dus mijn glazen vergroten mijn ogen. Make-up is er dan soms over, heb je hier raad voor? Ah wel, Hilde, ik geef je al mijn tips. Ik ben zelf ook verziend. Dus dat je ver... Ja, klopt. omgekeerd trouwens, voor de mensen die bijziend zijn, daar worden de ogen een beetje verkleind. Dus ik ga in beide gevallen tips geven. Ook waar je rekening mee houdt, naarmate welk montuur dat je
draagt of opdoet. Want ik bijvoorbeeld, ik heb meerdere brillen. Shh, guilty. Ik zie hier al Anke met een hartje. Ik ben Anke, had ik dat gezegd? Ik ben Anke van Make. Of at make.webshop. Of make.webshop. All the same. Alright, ik ga erin vliegen. Ik ben echt gewoon zenuwachtig. Erg, hè? Maar het voordeel is, je kan niet aan mij. Oké, voor ik erin vlieg, ik heb dus mijn bril al afgedaan. Ah ja, want ik ga mijn make-up doen. Ga ik mijn huid heel even wakker maken, verfrissen en primen. En dat ga ik vandaag doen met de nieuwe Fixing Spray. Ik kom mijn trui een beetje aan de kant. Ja, mijn haar gaat ook aan de kant. I know, my pretty hair. Maar ja, bon, daar kunnen we niet over schminken. Hè? Dus kijk, dat is de look voor het komende, de komende 20 minuten. En Charlotte zegt, komt goed. Komt altijd goed. Alles komt altijd goed. Oké. Ik begin met deze hydraterende en primende spray. Daar ga ik ook mee afsluiten. Waarom doe ik dit? Om mijn huid heel even wakker te maken. En ervoor te zorgen dat de make-up goed hecht. Want natuurlijk, als je een bril draagt of als je een mondmaskertje opdoet, dan zijn er bepaalde drukpunten. En we willen dat de make-up daar ook gewoon goed blijft zitten. Armlengte, even verstuiven, mond dicht houden. Want anders komt dat in je mond, verslik je. Dat doe ik ook altijd, altijd. Je kent me, 7 minuten. Maar ik heb er zo'n handje van aan, dat ik in elke live die ik doe op mijn eigen account, mezelf wel een keer verslik. No worries, dat gaat vanavond ook gebeuren, maar ik ga niet dood. Ik ben gewoon onhandig. Alright. Dan de volgende stap. Ik ga het gewoon vertellen hoe dat ik het toepas. Als er daarna bijkomende vragen zijn, laat zeker komen. Als brildrager vind ik het belangrijk om hier onder mijn ogen heel goed op te lichten. En ik zie hier net dat ik mijn licht zelfs niet aan heb gedaan. Voilà, licht. Om het hier onder mijn ogen goed op te lichten. Waarom? Ja, heel veel valt weg achter mijn bril. En je wil er natuurlijk niet moe uitzien als je je bril opzet. Daarvoor ook niet. Maar al helemaal niet als je je bril opzet. 2 opties. Of je gebruikt de allerlichtste foundation, de liquid foundation. Of je gebruikt de concealer stick. Ik zelf hou ervan dat het goed licht is onder de ogen. De concealer stick sluit heel nauw aan bij mijn huid. Dus ik ga voor deze live de foundation gebruiken, de lichte foundation. Om onder mijn ogen te concealen. Oké, ik ga een beetje tempo verhogen, want ik ben veel aan babbelen en weinig aan het doen. Ik doe dat met de concealerborstel en ik ga hier onder mijn oog. Ik neem heel goed die driehoek mee en dat donkerste puntje van mijn gelaat hier. Waarom leg ik de nadruk op dat donkerste puntje? Achter je bril gaat dat helemaal verdwijnen. En door dat op te lichten gaat je blik vergroten en gaan je ogen mooi uitkomen. Of nu je bril je ogen vergroot of verkleint, is dat donker puntje meenemen altijd belangrijk. Want Hilde gaf daar straks aan, als ik make-up doe, dan lijkt het altijd alsof ik erover ben gegaan. Maar dat lichtpuntje gaat er wel voor zorgen. Je ziet al onmiddellijk het verschil tussen de twee. Ik weet, mijn lamp is niet, het is niet ideaal. Hè? We gaan het zonder doen. Zo is beter, hè? Ja. Het verschil tussen de twee kanten. Hier is heel licht onder mijn oog. Mijn oog komt meer naar voren. En dat is wat we willen bereiken. Dan ga ik aan de andere kant hetzelfde doen. En ik gebruik hiervoor dus de lichtste foundation. Nu, de volgende stap. Zijn er 2 mogelijkheden. Ik hou ervan om opties te geven. Ik ga je dat al vertellen. Ik weet niet of jij dat leuk vindt. If you don't like it, well. Ook goed. Even goede vrienden. Dus ik neem goed zo die verjongingsdriehoek mee. Ik ben hier aan het overdrijven omdat mijn wangen rood zijn. Van mijn nette ontschminken. Ja, voelig huidje, hè. But haven't we all. Alright, dus ik heb heel goed die 2 driehoeken onder mijn ogen licht gemaakt. Om dat naar voren te brengen, want met een bril valt er heel veel weg. En dan de volgende stap. Ofwel kan je dat licht afpoederen met de lichte concealerpoeder. Of je doet het gewoon in 1 keer met je poederfoundation en je kabuki. Ik ga ervoor kiezen om dat licht nog eens goed licht af te poederen. Om de nadruk daar, om dat lichte echt gewoon te benadrukken. Dus ik ga met het concealerpoedertje. Dan heb ik wel een tissue nodig. Wat leuk dat jullie allemaal kijken.
Don't hesitate to start the conversation. Ik ga dat trouwens ook met de concealer worstel doen. Maar ik ga even dat liquid eruit vegen. Want anders gaat dat zo plakken. Ik heb de lichte concealer genomen. Ik ga die in mijn foundation... In mijn concealerborsteltje doen. En ik ga opnieuw dat zo mooi afdeppen. Want alles wat je vloeibaar aanbrengt, is het heel belangrijk dat je dat afpoedert. Zeker als brildrager, want anders kruipt het allemaal in de lijntjes rond je montuur. En dat willen we natuurlijk niet. Ik krijg hartjes van Anouka. Dat vind ik leuk. Dankjewel. Support me. Het is overigens mijn eerste keer dat ik live kom voor I Am Clean. Want ik ben sinds begin oktober gestart met I Am Clean. Omdat ik ook een pop-up heb geopend in Hasselt. Met duurzame kleding van cosmetica. En de gezonde make-up van het Belgische I Am Clean kan erbij natuurlijk niet ontbreken. En ook omdat ik ervan... Sweep Story zegt iets super lief. Ze vertelt, ik vind je zo'n tof hè. Word instant gelukkig van je. Voilà, dat wil ik even delen. Want natuurlijk, bij de replay kan je niet meer zien welke lieve woorden er naar mijn hoofd geslingerd worden. Voilà, kijk. Dat ziet er nu een beetje uit alsof ik... En een super knappe vrouw ook. Oh, jullie zijn zo lief. Doe straks die complimentjes. Dat ziet er nu een beetje uit alsof ik op skivakantie ben geweest. Dan ben je goed bezig of als je op een raccoon begint te lijken. En dan is natuurlijk de magical moment. De poeder foundation aanbrengen. Ik ben nog altijd de grootste fan van de poeder foundation. Gecombineerd met de Kabuki. Magical. Best friend forever. Oei, stofbui ook forever. Hey Stephanie, fijn dat je kijkt. En dan gaan we natuurlijk onze huid gewoon mooi egaal maken. Ik gebruik ook heel graag de poeder foundations in combinatie met mijn bril. Omdat dat goed blijft zitten. Je hebt dan niet zo al dat liquid gedoe. Dat kan beginnen zweten en bewegen. En... Ja, terwijl babbelen is dan de moeilijke. Hè? En je ziet onmiddellijk verdwijnt dat rood wangske van mij. Hè? Dat is fantastisch. Hè? Vertel me eens, gebruik jij het liefste de minerale poeder foundation met de Kabuki of liever de liquid foundation? Oh ja, ik gebruik, ik gebruik de Pleasant Peach 1, dus de lichte, lichtste peach kleur. Die sluit het mooiste aan bij mijn gelaat en bij mijn hals. Amai, stotteren tot en met. Ik zie er een 1 staan bij de vraagteken. Ga dadelijk kijken. Ik combineer beide. Ja, ook leuk. Ja. Ja, ik heb nu vooronder mijn ogen natuurlijk ook bij alle twee producten gecombineerd. Liquid met poeder. Maar voor een naturele look alle dagen achter die bril. Voilà. Ja, ik doe 2 à 3 keren mijn hele gelaat. Met mijn beste vriend, de Kabuki. Die blijft trouwens ook altijd in mijn buurt. Maar als ik zelfs de mist in ga, dan is dat mijn ideale gommetje. Ik krijg hier de vraag van Greet. Ik zie zelf geen opmerkingen op Instagram nu. Greet, ik denk dat je dan zo eens van onder moet tikken. Dan schieten die vaak open. Tot zover mijn kennis. Alright. Dan de volgende stap, eentje basis in mijn routine, contouren en vervolgens blush. Die, ofwel enkel de compacte. Ja, de compacte is nog een beetje wennen voor mij. Ik ben van de losse minerale poeders, daar ben ik heel gewoon. Daar ben ik eigenlijk geroteerd, dat gaat ook het snelste bij mij. Maar de compacte zijn ook super leuk. Ik ga de bronzer gebruiken, de compacte bronzer light. Er is maar eentje momenteel, denk ik. Voilà, ik gebruik daar die grote... poederborstel voor om mijn contouren mooi aan te zetten. Ik ben daar niet te braaf in, dan moet 's morgens allemaal rap en vlot gaan. Ik heb het laatst getimed, ik ben op 5 minuten klaar 's morgens. Zonder afleiding, hè. Als ik afgeleid geraak, dan... Ja, in de live dan ben ik aan babbelen, hè. Dat telt ook niet. Dus ik neem heel goed onder mijn jukbeen mee. Het is niet de eerste keer dat je dat ziet, denk ik. Hè. Dat is ook niet de focus voor vandaag.
Dus ik neem goed onder mijn jukbeen mee. Ik ga ook echt tot aan mijn oor. Deze kant ook. En ik ga mooi die drie rondmaken onder mijn kin. Als schaduw creëren. Voilà. Doe ik standaard om mijn gelaat kleur en vorm te geven. En dan vervolgens doe ik een blush. En hoe mooi is die nieuwe blush? De Cranberry. Dat is een compacte blush. Ik gebruikte de Pleasant Peach blush. Eerst. Maar toen was er deze. Die is echt om op te eten. Maar dat is niet de focus vandaag. Maar hoe mooi. Oké. Dus blush, penseel, blush. Ik lach altijd naar mezelf. Dan heb ik 's morgens ook al eens gelachen. Om die blush mooi aan te brengen op mijn appeltje. En dan zo met die artbeweging. In rondjes. Voilà. Kijk hoe mooi. Breng ik die aan. Oké, ik ga het tempo een beetje verhogen. Want ik heb nog veel te vertellen. Veel te vertellen vandaag. Alright. Nog iemand zo fan van die nieuwe blush? Nee. Am I the only one? En daarom heb ik dus die kabuki in de buurt gehouden. Want je ziet, ik ben hier nu redelijk wild geweest met mijn enthousiasme. En dan ga ik daar nog soms tussendoor. Of daar soms overheen als ik te fel ben gegaan. Om dan een beetje weg te komen. Want die kabuki is magic. Alright. Dan een stap die wel belangrijk is weer voor de brildragers. Dus die niet... Wel, die gewoon belangrijk is. Is highlighten. Cindy zegt, staat nog op het verlanglijstje. Oh, snap ik. Ja, die hoort op je verlanglijstje. Die hoort eigenlijk al in je make-up tas. Nee, is niet waar. Sorry, ja, ik ben soms een beetje bruut. Ik zal erop letten. Maar ja, echt een pareltje. Highlighten. I'm the queen of highlights. Je kent me nog maar 20 minuten, maar I love highlights. Ook met de reden dat als je een bril op hebt, dat gewoon extra karakter geeft aan je gelaat. Dat gaat de juiste nadrukken leggen. Dat gaat ervoor zorgen dat je gelaat gaat spreken. Ook je ogen gaat spreken. Dat je interactie met je gelaat kan brengen. Door die schitteringen, door dat op te vangen. Er zijn die nieuwe bulbs. En er is die nieuwe fairy. Ik ben wel echt fan van de fairy. Maar voorkeur, laat het me nu weten. Pom, 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 pom. Kijk, mijn penseel terwijl we zoeken. Bon, wat ga ik met de highlight doen? Highlighten, obviously. Heel goed hier bovenaan op mijn jukbeen. Want doordat mijn bril hier zelfs gaat komen, is het heel leuk als hier het licht mooi gevangen wordt. Zowel door mijn glazen van mijn bril als langs de zijkant. De bulbs, zeggen ze. Ja, first come, first serve. De bulbs gaan we voor. Vervolgens ga ik ook highlight brengen op mijn neusje. Ik zal aan beide kanten ene doen. Voilà, kijk. Eentje de fairy, eentje komt goed, de bulbs. Wacht, ik ga eerst even eerst even de theorie, dames. Even de theorie. Bovenop mijn jukbeen, op mijn neus, dat is voorkeur. Ik doe heel graag mijn neusje, omdat ja, met mijn bril al van alles gebeurt in mijn gelaat. En dan vind ik het leuk om hier een accent te leggen. Ik heb maar een mini-neusje. Ben ik me bewust van. Even terug poederen met mijn gewijs hier. Ben ik me bewust van. Ik zie dat graag. Dus ik doe dat. Mijn cupidoboog of course ook. Dat heeft niks met brildragers te maken. En dan ga ik heel goed hier onderin mijn oog highlighten. En de rest komt zelfs. Ik ga deze kant voor de fairies. Met de fairy doen. Wacht, ik heb twee fanbrushes. Dus ik doe dat met de fanbrush. Ik ga in de fairy. Goed veel. En ik doe dat hier bovenop. Hop, 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 hop. Hoeft allemaal niet lang te duren. Mooi onder mijn arcadeboog in. Hop, hop, hop. Ik ga het licht dadelijk voor je zoeken. Ik doe vaak ook al eens op mijn oog. Maar dat heeft geen nut, want ik ga oogschaduw doen dadelijk. En dan hier cupidoboog. Voor zij die fairy wouden zien. Ik hoop dat je het kan zien als ik zo draai. Ik vind die heel mooi hoor. Kijk. Geef even een hartje als je het goed ziet. Fairy. Fairy. Oké, ik ga terwijl de bulbs doen. Als we nog een keer willen kijken. Even een ander penseeltje. De bulbs. Voorzichtig dat ze niet door mijn hele huis opvliegen.
Ik kreeg hartjes. Alright, dat wil zeggen dat het duidelijk was. Oké, okay, bulbs, hetzelfde verhaal. Hier mooi op mijn highlight. Ze zijn iets cooler, de bulbs, qua highlighter. Bovenop mijn dingen. Had ik mijn neus al gedaan? Dubbel. Oeh, daar gaat... Oh, een bal. Oh nee, er is een bal. Bovenop mijn cupidoboog. Ja, het highlighten. We snappen het, hè. En dan ga ik eens zo. Dat zijn dus de bulbs. Ik ga overdrijven. Ik ben aan het overdrijven, Is niet erg. It's because I love you girls. Women, vrouwen, kijkers. Ja, dus de fairy. Iets warmer. Van ondertoon. De bulbs iets koeler. Beide mooi. En mijn neusje heb ik ook meegenomen. Je ziet het alleen niet zo goed in de camera precies. Ik zal er nog eens over gaan. Alright. Julie zegt, mooiste ever. Right, ziet je, nu heb ik nog aan de andere kant. Oké, okay. Ik ben een bulb kwijt. Dus als mijn honden zelfs thuis komen, die gaan dat opeten. Ja, ik denk dat ik persoonlijk de fairy iets liever zie bij mezelf dan de bulbs. Al zijn de bulbs ook wel heel mooi. En je kan die zo ook heel mooi op je... Maar ja, die ziet je bij mij nu niet vandaag. Oké, okay, sorry. Volgende stap. Dan gaan we overschakelen naar onze ogen. Ik wil even wat plaats maken hier voor mij. Els zegt, ik strooi die ook steeds in het rond. Oké, okay, ik ben niet alleen. Oef. Voor onze ogen, voordat we aan onze ogen beginnen, doe ik altijd eerst mijn wenkbrauwen. Je ziet die van mij zijn gemicroblade. Er zijn hele lichte haartjes. Dus dat is ook mede reden waarom dat die gemicroblade zijn. Dus ik heb wel een goede vorm staan. Toch zet ik die heel graag nog even extra aan. En ik ga hiervoor gebruiken het bruine oogpotlood. De You're Such a Taupie. Omdat die taupekleur bij mij het mooiste aansluit. Als jij meer voor de donkerdere tinten bent, ga je voor de donkere... ja, die bal is dus weg, hè. Stop met zoeken. Ik ben bang dat ik erop ga staan, zelfs. Ja, kies gewoon een kleur die mooi aansluit bij jou. Ik zie daar graag heel sprekende wenkbrauwen. Zeker als je een bril draagt, is het heel goed om je wenkbrauwen wat extra aan te zetten. Wat extra kleur te geven. Omdat die mee je gelaatsuitdrukkingen gaan bepalen. En natuurlijk, als ik die bril nu opzet, ik ga het even laten zien... Valt er heel veel weg. Oh, mijn bril is echt... Dat ik die durf opzetten zelfs. Valt er heel veel weg. Ook een stukje van mijn wenkbrauwen valt weg. Maar je gaat zien als die dadelijk mooi aangezet zijn. Dat die karakter gaan geven. Ook, je ziet die highlight. Die weerkaatst hier mooi door mijn bril. Waardoor dat allemaal heel licht en open lijkt in die bril. Zijn we mee? We zijn mee. Ik denk het wel. If not, let me know. En ook dat contouren en dat blushje zorgt ervoor dat er kleur blijft in je gelaat. En dat het nieuwe bril is die de hele boel overneemt. Ook al is die heel veel. Oké, okay, wenkbrauwen aanzetten. Ik ga terwijl heel even in de spiegel hier langs kijken. Want dat is heel moeilijk in mijn schermpje om te doen. Maar je ziet me nog, hè. En ik ga proberen terwijl... Cindy zegt, ik ben mee. Yes! Cindy, ik ben blij dat je er bent. Echt waar. Oprecht. Dat kwam niet zo over, maar dat was echt oprecht. Ik doe met de potlood eigenlijk lichtjes de vorm van mijn wenkbrauw aanzetten. Langs de onderkant en een beetje naar het midden toe. En dan zo een paar haartjes. Dat ziet er nu nog een beetje barakkerig uit. Maar ik ga met de wenkbrauw... Noemt die wenkbrauw? Brow eyeliner penseel. Nummer 8. Ja, de namen, forgive me, hè. Dat kan ik allemaal niet zo goed onthouden. Ga ik dat zo mooi verdelen over mijn volledige wenkbrauw. Hier moet ik een beetje snel zijn dat mijn potloodje niet hoogt. En ik ga heel even dichterbij komen. Hè. Blijkt dat als ik mij moet concentreren, ik niet kan babbelen. Dus stel je vragen nu. Dat er interactie is, blijft. Voilà, even kijken. Even kijken dat ik dat hier mooi heb gedaan voor de camera. En dan zie je onmiddellijk, ik zie het toch, dat mijn gezicht meer spreekt als ik die wenkbrauw extra heb aangezet. Ook als je
wel gekleurde haartjes hebt. Dus als je duidelijke wenkbrauwen hebt, kam die even mooi in vorm. Zet die een beetje aan, kleur die een beetje bij. Is dat de eerste keer te heftig? Ga dan met je kabuki nog een keer over. Probeer het nog een keer. Maar kijk wat dat doet met mijn gezicht als ik mijn bril opzet. Behalve dan dat spektakel van een vettig glas. Maar kijk. Dat geeft mij... Ja, oké. Okay, point proven. Door de andere wenkbrauw. Tessa is echt super mooi. Tessa snapt het. Tessa, you're the best. Ik heb het kei warm aan mijn wangen. En ik kan nu mijn trui niet meer uit doen. Is niet erg. Everything's gonna be fine. Cindy zegt ook veel beter zo. Voilà. Cindy, jij weet het. Ik ben een beetje plat vandaag, hè. Ja, ik ben van Limburg. Ik woon in Hasselt, maar ben afkomstig van Bocholt. In case you wanted to know. En als je niet weet waar Bocholt is, dat is langs Bree, Bekkum, Kleisters daar. Welke potlood? Ik heb de potlood You're Such a Taupie gebruikt. Omdat die kleur, de echte bruine oog, wenkbrauw, potlood, kleur, amai, moeilijk woord. Die is net te donker voor mij. En de taupe wenkbrauw, potlood, kleur is net te licht voor mij. En ik vind deze eigenlijk ideaal voor mezelf. Voilà, die was iets heftiger dan die andere. Niet erg, kabuki erover, daarom hebben we die. Hè. Alright, dan volgende stap, de ogen. That's the moment we've all been waiting for. Ik ga natuurlijk de nieuwe kleuren gebruiken. Duh, hadden we anders verwacht. Nee. Ik begin met een oogprimertje. Nele zei het super mooi van kleur. Ja, ik vind deze ook. Dat is dus niet de wenkbrauwpotlood, maar de oogpotlood heb ik gebruikt. Ik hou wel van dingen gebruiken waar het niet voor dient. Sorry. Eye primer ga ik op mijn oog zetten, zodat mijn oogschaduw goed blijft zitten. Als brildrager niet onbelangrijk, want achter dat glas van onze bril durven al eens zweten. Of ik toch. Vooral hier bij dat neusje. Zet dat hoekje ook mee goed aan. Kleur dat je helemaal in hebt met je eye primer. Andere kant ook. Belangrijk weer als je iets vloeibaar aanzet. Is dat even afpoederen met een neutrale kleur. Dat kan met een neutrale oogschaduw. Ik ben van de snelle. Ik pak daar mijn kabuki voor. En ik ga daar zo eens terug over. Dan is dat ook afgepoederd. Met een neutrale kleur. Je hebt het al door, hè. Het moet vooruit gaan bij mij, hè. Ik kan een heel klein beetje poeder bijnemen. Niet dat ik hier zelfs een blunder begaat met mijn oogschaduw aan te brengen. Dat willen we niet. Voilà, hè. Dus ja, ik ben daar een beetje ruw in, hè. Voilà. Als je oogleden over datum zijn, is dit ook... Ja, ik heb sowieso een beetje hooded eyes, noemt dat dan. Dus dat zo'n beetje overhangt. Daar ga ik dadelijk ook nog even op terugkomen. Nu dus eigenlijk. Als ik de kleuren van mijn oogschaduw ga aanbrengen. Ik heb 3 kleuren uitgekozen. Ik heb de Precious van de nieuwe collectie gekozen. Die vind ik fantastisch mooi met mijn groene ogen. Ik heb de Dazzling uitgekozen. Een donkere, intensere kleur. En de... Enchanting, I think. Als ik het mis zeg, forgive me. Ik heb mijn best gedaan. En of course heb ik hier ook deze Pink Stardust klaar liggen. Om het allemaal nog een beetje extra sparkies te geven. Ik hou van glinsters. Laat dat duidelijk zijn. Oké, oogschaduw. Ik begin met de medium kleur. Fluffy penseel om in mijn arcadeboog aan te brengen. Waarom een fluffy penseel? Een fluffy penseel zorgt voor schaduw. Een minder fluffy penseel, zoals de Eye Flat, zorgt voor dekking. Dus fluffy, schaduw, flat, dekking. Weer iets geleerd vandaag. Product erop. Ik tik altijd heel even af. Zodat ik niet ga smossen. En dan, ja, je ziet mij nu al bewegen... Voor degenen die zo'n beetje een overhangend ooglid hebben of een beetje hooded eyes, zoals mij, ik speel daarin vals. Ik zet mijn arcadeboog niet helemaal hier, want die gaat niemand meer zien als ik mijn ogen gewoon heb. Ik zet die een beetje hoger.
En dan ga ik gelijk een ruitenwisser op en af. Ja, ik steek eigenlijk mijn penseel gewoon tussen die flap van mijn oog. En ik beweeg op en af. Dat doe ik aan beide kanten. Maar ik leun dus tegen de bovenkant, zodat ik eigenlijk een beetje optisch mijn oog vergroot. En ik weet niet of het opgevallen is, de kleuren die ik heb gekozen. Ik heb eigenlijk zachte kleuren gekozen met één iets hardere kleur. En dat is denk ik Hilde die in het begin aangaf, dat het met haar bril vaak lijkt dat haar ogen too much zijn opgemaakt. Dit is daarbij al een goede tip. Maar ik kom dadelijk op nog enkele extra tips. Dus Hilde, als je nog kijkt, opletten. Hè? Dus ja, blenden is key. Blenden, blenden, blenden. Totdat je hebt hoe dat je het wilt. Ik vind het al wel mooi. Als je knoeit, veeg je het. Ik zag hier net nog een... no such thing as too much bling. Voilà, Tessa, you know it. Als je dan nu feller wilt of intenser wilt, gaat je dan nog eens over. Ik vind het mooi zo, omdat ik het zacht wil houden. Dan neem ik mijn eye flat en doe ik de enchanting op het bewegende deel van mijn oog. Dus dit. En ik laat zo de laatste hoekje open. Dat is niet nieuw, hoop ik. En als het nieuw is, bij deze. Je kunt ook gaan meten 2/3 en 1/3 van je oog, maar ja. Mijn honden zijn overigens terug, dus als ze s'avonds ambras en lawaai beginnen maken, I'm sorry. Dus je ziet, ik ga ook hier weer goed tot in dat puntje met die lichte oogschaduwkleur. En hier hetzelfde. En ook hier kan je weer opbouwen als je dat zou willen. En als je dat niet wilt, is dat ook helemaal prima. En dan heb ik hier dat hoekje opengelaten om eigenlijk met de dazzling dat hoekje een beetje donker aan te zetten. Wat mijn oog ook weer iets meer gaat liften. Ik hou daar zelf al van. Ik ga de eye flatter gewoon voor gebruiken om hier dat driehoekje aan te zetten. Dus we doen eens in de gewone spiegel kijken of dat er allemaal wel goed komt. Jullie zijn precies zo stil. Is dat omdat ik heel duidelijk aan het uitleggen ben? Dat jullie volle concentratie aan het opletten zijn? Of hebben jullie mij op mute staan? En ja, ik voer ook gesprekken met mezelf. Kijk, dan gaat dat zo iets meer dat oog nog liften. Je ziet het verschil met de andere kant. Die is nog zo'n beetje droopy en die doet zo hier. Andere kant, hetzelfde verhaal. Hilde zegt aandachtig aan het volgen. Stefanie zegt je legt alles super goed uit. Alright. Daar kan ik me verder. Dat was me gezegd max 40 minuten. Dus ik ben me een beetje aan het haasten. Je doet het heel goed en leuk. Mooie kleurtjes bij grijsblauwe ogen. Yes. Het is allemaal klaar en duidelijk. We kijken. Yes. Alright. Ik had leerkracht moeten worden. Is niet waar ik je geduld voor. Alright, wat je dan nog kan doen is eventueel aan de onderkant van je oog dat donker ook nog een beetje aanzetten om daar een geheel mee te vormen. Dat zijn de algemene regels van de oogschaduw. Voilà. 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 En dan ga ik nog een heel klein beetje met de pink sardust. Opletten zodanig het verkaan niet meer helemaal. Alright, ik ga nog een beetje van die pink stardust nemen om mijn oog nog iets meer te laten spreken. Want wat heb ik daar straks gezegd, was heel belangrijk, hier dat puntje. En als je hier op die bolling nog een beetje aanbrengt, dan gaat die nog iets meer naar voren komen. Wel, praten en iets doen tegelijk gaat goed. Hier een beetje bijnemen. Dus zet dat hoekje mooi aan als dat het licht vangt. Oh my. Dan komt dat helemaal goed. Voilà, ik heb dat nu met het penseeltje rechtstreeks gedaan. En je kan dan nog een beetje aandeppen met je flat eye. Zodat dat niet zo nattig voelt.
Maar dat gaat ervoor zorgen dat je oog mooi naar voren komt door je bril. En dat het geen donkere koten lijken. Dat het geen donkere koeters lijken. En dan heb ik nog één tipje voordat ik aan de mascara ga beginnen. Ik doe heel graag de cream pencil oogpotlood in mijn waterlijn. Ik zie nu dat die gans smerig is. En dat is omdat ik... Voilà. Hey, dag Anke. Hey. Dus in mijn waterlijn... Wauw, dat ziet er niet zo sexy uit als ik dat aanbreng hier. Voilà. Dan wordt dat oog nog iets lichter, nog iets groter. Je gaat dadelijk zien, anders dan valt mijn oog weer zo'n beetje weg. Dus de tip is, niet te donkere kleuren gebruiken. Lichte, frisse kleuren. Afwisselen met een beetje donkere kleuren. Om je oog mooi te laten spreken. Je kan ervoor kiezen om nog een eyeliner aan te brengen. Daarbij zou ik de tip geven, doe een eyeliner in verhouding met je brilmontuur. Heb je een breder montuur, kan je een bredere eyeliner doen. Heb je een fijner montuurtje, doe een hele fijne eyeliner. Of ga gewoon tussen je wimpers de wimpertjes met elkaar verbinden om het gewoon iets meer karakter te geven. Wauw, dat is moeilijk. Dat is moeilijk on camera. Voilà, kijk. Niks is moeilijk, alles is mogelijk, maar dit is niet zo gemakkelijk. Dus dat je heel even tussen die wimpers, die wimpertjes zo met elkaar verbindt, om nog zo iets meer diepte te creëren in je oog, is niet verplicht. Ik had ook voorgenomen om dat niet te doen op camera, omdat dat op camera niet gemakkelijk is. Maar ja, bon, there you have it. Dit is met, dit is zonder. Deze is iets groter, deze is iets intenser. Zal ik het zo laten dat jullie het verschil kunnen zien? Ik ga allebei niet. Ik ga allebei niet. Dus wat doe ik? Ik verbind echt zo die wimpertjes. Zachtjes met elkaar. Snap wat ik zeg, hè? Ja. En dat belletje, dat was mijn webshop. Ik weet niet of jullie dat konden horen. Voilà. Kijk. Zo. Ik heb het aan allebei de kanten gedaan, because I couldn't help myself. Mascara. Als brildrager, kei belangrijk, want... Ik zal mijn bril eens opzetten. Ik heb mijn ogen heel mooi opgemaakt, maar zonder mascara ziet het er niet uit. Oh, en mijn bril is smerig. Ja, sorry daarvoor. Oh, ik ga het blijven zeggen. Mascara, belangrijk. Goed vanaf de wortel beginnen. Zet je wimpers zijn, begin vanaan de aanzet van je wimpers zigzaggend erdoor tot aan het laatste haartje, tot aan het puntje, zodat je echt mooi verlengend werkt. Waarom belangrijk om goed aan die wortel te beginnen? Als je het midden begint, dan gaan die wimpers zwaar worden en gaan die zo... Triestig hangen willen we niet. Grote open ogen achter die brilglazen willen we. Dus ik gebruik de gewone mascara. De zwarte. Ik hou van de zwarte mascara. En voor alle brildragers die meekijken. Maar ook voor iedereen die met een mondmasker moet rondlopen. Heel de dagen. Doe minstens 2 laagjes. Ah ja, en ik doe dat met mijn mond open. I'm not sorry for it. Ik had me voorgenomen om ook oorstokjes klaar te leggen. Dat ben ik vergeten, dus ik mag niet smossen. Voilà. Vertel me eens, hoeveel laagjes mascara doen jullie en welke kleur? Dan kan ik terwijl met mijn mond open, zonder te babbelen. Jasmin Fransen zei, die zijn op! Ik heb zelfs geen oorbellen aan, schandalig. Ik heb er normaal altijd aan. En dan, ik doe ook de onderkant van mijn wimpertjes. Dat is weer voorkeur. Dan heb ik zo wat poppenogen achter mijn brilglazen. 2 laagjes zwart, 2 laagjes zwart. Big and bold. Ja, die heb ik nog niet. Maar die komt binnenkort ook bij mij binnen. Dan kan ik die ook eens testen. Minstens 2 laagjes. Mondwagen. Ja, ik ben echt mijn best aan het doen om hier niet op mijn eerste live de pudding van bij mijn community te laten zien eigenlijk. En dit kan ik niet doorspoelen, hè. En dit maakt het wel af. Eerst met de... Ja, Cindy, ik... Hanna zegt wel wat al een verschil met dat eerst... Met... 1 laag. En Cindy zegt met de wimperkruller. Ja, met de wimperkruller heb ik eens een accidentje gehad. Waardoor ik mijn wimpers had uitgetrokken. Dus ik durf niet meer zo goed. Maar dat geeft inderdaad ook nog eens een mooie
liftende. Een mooie lift. Eentje die gebruikt wil ik een ander meer. Oké, daar gaan we voor laagje 2. Oh, kijk wat dat doet. Kijk. Die drol en die tweede laag. Oké, ik heb gans gesmost. Dat hoort er ook bij. No worries, girls. Dat los ik zelfs op met een oorstokje dat ik niet heb klaargelegd. Maar voilà, kijk. Mijn ogen zijn groot, sprekend. Mijn wenkbrauwen zijn aanwezig. Je zou misschien denken, girl, misschien wel overdreven. Ik ga hier terwijl mijn brilpoetstoekje pakken. Want ik ga ook mijn lippen nog regelen. Ah ja, als je een bril draagt, de lippen kunnen niet ontbreken. Ik ga een schouw poetsen. Dus dit is de look zonder bril. Goed licht onder de ogen. Mooi gehighlight. De ogen groot gemaakt. Niet donker. Groot. Voilà. Nu gaat je mijn ogen ook kunnen zien door mijn bril. Dat is ook al goed nieuws. Voilà. En dan zet ik mijn bril op. En je ziet, er valt sowieso een stukje weg. Dat is sowieso. Maar, waar hebben we vooral op gelet? Goed licht onder de ogen. Dat mijn ogen licht en open overkomen. Licht in die waterlijn gezet om die blik nog meer open te trekken. Licht boven de ogen om het licht te vangen. Amai, hoeveel keer heb ik al licht gezegd als we een drinking game aan het doen waren? Waren we al drunk? Good idea. Ik kan inderdaad ook gewoon een penseel gebruiken. Mijn concealer penseel als ik de mascara droog is. Kan ik daar ook mee vegen. Goeie tip, Evelien. Evelien zegt, je kan ook je wenkbrauwborsteltje gebruiken in plaats van oorstokje. Klopt. Als je trouwens mascara op je oogschaduw hebt geknoeid, kan je ook heel zachtjes met je oogschaduwpenseel er opnieuw over blenden. Dan gaat het ook weg, want mascara is niet gemaakt om te hechten op je huid, maar wel op je wimpers en in je haar. Zijn er nog vragen over de ogen, over de make-up, over de bril? Ik ga terwijl de Passionate op mijn lippen doen en daar een laagje van die hele fijne, zachte, nieuwe lipgloss over. Ik ben de naam Spoiled. Vergeten wat ik zei, maar ik weet het wel. Want als je een bril draagt, lippen mogen altijd mooi naar voren komen. Jasmin, de live wordt gepost. Dat regel ik. Palassen. Ik zal zelfs ook nog een foto maken. Als mijn bril helemaal gepoetst is. Ja, en ik weet het. We hebben terug mondmaskers op. Maar ik doe altijd lippenstift op. Altijd. Voilà. En eigenlijk, als je nu ervoor wilt zorgen dat alles heel de dag mooi op zijn plek blijft zitten. Want met die bril, je hebt hier neusjes. Dat leunt op je wang. En je wilt niet dat dat afgeeft of dat dat een vlekje wordt. Of als je zweet dat dat verdwijnt. Doe daar ook, om te eindigen, nog die fixing spray over. Ik ga dat gelijk ook even doen. Heel even de adem inhouden. Ik krijg dan nog een mooie extra gloed ook. Maar dat gaat er wel voor zorgen dat alles mooi op zijn plek blijft. Maar ook dat dat niet afgeeft aan je bril, aan je mondmasker. Dat je geen lijntjes krijgt, etc. Maar dat je er eigenlijk heel de dag zo uitziet. En weet je wat nu het allerergste is? Ik ga dadelijk badden in bed in. En ik zie er zo mooi uit. Voilà, en dan zal ik eens zien. Ja, ik heb hier een beetje gemorst. Maar je ziet dat niet op camera. Shall I keep it that way? Yes. Vanessa zegt, superleuke live. Dankjewel, dat vind ik fijn om te horen. Want het was mijn eerste live hier bij I Am Clean. Heidi zegt, oh zo mooi. Heidi. Vanessa. Els. Cindy. Hilde. Heb je nog vragen voor mij? En welke vragen zijn dat dan? Stel ze nog heel even in de comments. Dan probeer ik die nog te beantwoorden. En anders dan ga ik stilletjes afronden. Amai, mijn haar heeft het er ook mee gehad voor vandaag. Evelien zegt, ik wil ook dat kapsel. Alles gaat. Alles gaat. Alles gaat. Maar je kan ze bijvoorbeeld ook over je oren. En dan zo'n beetje. Karieken. Heel mooi, heel leuk, mooie look.
Alright! Ik denk dat het super duidelijk was. Dat vind ik heel leuk, want ik was echt een beetje zenuwachtig. Ik doe dit overigens heel graag. Maar, Lara zegt, ik vind je leuker met je haar opzij. Ja, meningen zijn verdeeld. Hopelijk kom je nog een paar keer. Ja, ik kom nog een paar keer. Ik ga niet weg te slaan zijn van je schermpje. Ik ben terug op 25 november, dus eind van deze maand. En dan kom ik in december op 2 december en op 13 december een live geven. Maar als je me echt mist, dan kom me ook zeker volgen op mijn account. Dat is @make.webshop. Dan vergezel ik je daar met mijn grappen en grollen. En daar geef ik overigens ook dagelijks heel wat tips. Anne zegt, tof Anke, goed gedaan. Leuk om naar je te luisteren. Alright, keigoed. Ja, ik kijk er ook naar uit om jou weer terug te zien in de volgende live. Ook die van mijn collega's zijn super waardevol. Maar of course, apprecieer ik het enorm als je ook naar mijn lives komt. En de eerstvolgende is 25 november. Ik vond het heel leuk dat je erbij was vanavond, dat je gekeken hebt. Ik ga ervoor zorgen dat zelfs alles netjes geüpload wordt in het account, zodat je het nog een keer in replay kan kijken. En als er dan vervolgens nog vragen zijn, comment gewoon eventjes onder de live. Beantwoord ik daar die vragen nog met heel veel plezier. Alright. Dan ga ik afronden. Dit is altijd zo'n vervelend moment. Ik wil dat niet stoppen, maar het is klaar. En iedereen is super positief. Iedereen vindt het mooi. Iedereen vindt de tips duidelijk. Alright. Kijk goed. Dames, dankjewel om te kijken. Het was een waar genoegen. Hopelijk zie ik jou volgende keer weer. Ben je even enthousiast over mijn tips die ik dan ga geven. En voilà. Als je een replay hebt gekeken en je hebt nog vragen, stel ze onder de video. Dan koppel ik nog even terug met de antwoorden daarop. Hele fijne avond. Bye.